Dag beste mensen. Ja, ook ik zit even zonder werk. Zoals jullie weten, ik ben cameraman bij de omroep. En ja, ik pak even de studio niet in. En dan ga ik even wat anders doen. Ik ga even een privéfilmpje van mezelf maken. Ik heb een hele hoop hobby's. En ik zal u een paar van die hobby's laten zien. Kom maar mee. Voorjaar ga ik zelf zaad zaaien van verschillende soorten bloemen. Het zijn wel vaak eenjarige. En ik probeer daar een mooie tuin van te maken. En meestal lukt het. Het is wel veel werk. Maar met een broeikast lukt dat best. Kooikarpers. Ik ben gek op kooikarpers. Ik vind het hele mooie kleuren hebben. En ja, en als je dan een mooie vijver hebt en je zit achter het huis, dan kun je er lekker van genieten. De vissen groeien ontzettend hard. Je moet wel verschillende soorten voer gebruiken. Niet iedere dag hetzelfde. Vinden wij ook niet lekker iedere dag pannenkoek. En ik geef ze veel brood. Wel stukjes brood en dan zijn ze razend gek op. En ze groeien er goed op. Een voorwaarde is wel, je hebt een hele grote filter nodig om het water mooi schoon te houden. En dat is een voordeel, want dan zie je de vissen ook. Ja, ik zei al, ik ben gek op vissen. Ik schilder ook. Zelfs de garagedeur ontbreekt niet. Ook daar staan vissen op. En zoals jullie zien, heb ik alleen geen vijver. Ik heb ook een aquarium binnen. Dus ik kan binnen ook genieten van mijn visjes. Nou, dit waren een van mijn hobby's. Wilt u ook zo'n filmpje? Mail of bel me dan. En ik kom bij u langs om zo'n filmpje te maken. Ik heb nog wel meer hobby's, maar die laat ik misschien de volgende keer zien.